Deze mooie woorden over het nieuwe leven dat zich in het verborgene ontwikkelt en uiteindelijk zich openbaart en hoe dat allemaal geïllustreerd wordt in de natuur, wil ik jullie heel graag meenemen naar het eerste hoofdstuk van het eerste Bijbelboek en wel dus Genesis 1. En daarin, en ik heb het als titel meegegeven, oorsprong en bestemming. En dat betekent ook in dit geval dat dit thema tijdens deze toespraak uiteenvalt in twee delen. Namelijk eerst over de oorsprong en vervolgens over de bestemming. En daarmee bedoel ik dat in Genesis 1, in dat eerste Bijbelboek, niet alleen maar de oorsprong beschreven wordt van de wereld, van de hele schepping, maar in feite ook de hele bestemming niet alleen maar vastgelegd wordt, maar ook gedemonstreerd wordt. Nou, dat wil ik zo eens naar voren brengen. Nou, ik begin dus over de oorsprong. En laat ik eens een vraag stellen. Het lijkt een open deur intrappen. En dat is het toch niet. Want bij welke gelegenheid, dat is de vraag dus, heeft God de scheppingswoorden, de 10 scheppingswoorden, uitgesproken? Wanneer was dat? Wat zou je dan als eerste zeggen? Ja, bij de schepping uiteraard. Hè? Maar het antwoord is, juist, dat klopt. Het is ook het eerste antwoord, maar niet het enige. Het is namelijk bij twee gelegenheden heeft dat plaatsgevonden. In de eerste plaats tijdens de schepping zelf. Toen sprak God, er zij licht. Of daar zij een uitspansel in het midden der wateren. Nou ja, enzovoorts. 10 van die scheppingswoorden. Maar toen was daar bij die gelegenheid nog geen mens getuige van. Dat lijkt me nogal logisch. De mens kwam pas heel laat, zeg maar, in de schepping tevoorschijn. Sterker nog, als laatste. Maar het tweede antwoord, en daar wil ik vanmorgen vooral op focussen, is de scheppingswoorden zijn namelijk, nog een keer uitgesproken, logischerwijs. Want als bij die eerste gelegenheid geen mens een getuige was, hoe weet de mens dan dat die scheppingswoorden ooit zijn uitgesproken? Ja? Het antwoord is, wel, God heeft dat wat hij ooit sprak bij de schepping, heeft hij uitgesproken en geopenbaard aan de mens. En wel aan de eerste mens, aan Adam. Maar dat doet nu even in dit verhaal niet zo ter zake. Maar het ligt wel voor de hand uiteraard. En nu krijgen we nog een andere vraag. En degene die vaker hier geweest zijn en het is ooit volgens mij 10 of 11 jaar geleden voor het eerst geweest dat ik die dingen naar voren heb gebracht. En dat was voor mij een heel nieuw, spectaculair inzicht dat doorbrak. En dat is het antwoord op deze vraag. Namelijk, van welke gelegenheid is Genesis 1 nu het verslag? He? Dus van, is dat Genesis 1 het verslag van wat er gebeurde tijdens de schepping zelf? Of toen God dit openbaarde aan de mens? En het traditionele antwoord is altijd, en dat dacht ik dus ook altijd, namelijk Genesis 1 geeft het verslag hoe God in 6 dagen de hemel en de aarde heeft geschapen. Zo wordt dat algemeen gezegd. In 6 dagen schiep God de hemel en de aarde. Want toen klonken die scheppingswoorden. Ja, maar er is een veel betere verklaring daarvoor. Namelijk dat Genesis 1 het verslag geeft van hoe God in 6 dagen de 10 scheppingswoorden aan de mens openbaarde. Genesis 1 is het verslag van die openbaring van die scheppingswoorden. En toen dat kwartje bij mij viel, toen werden ineens een paar hele klassieke vragen
in één klap opgelost. En de eerste is, nou dat is inderdaad wel de meest klassieke. En dat was altijd standaard ook een vraag, herinner ik me bij catechisaties vroeger. Hoe kon, als op de vierde dag pas de zon tevoorschijn kwam, geschapen werd, hoe kon er dan sprake zijn van dagen, morgen en avonden in die eerste dagen? Want er was toch nog geen zon. En is een dag niet dat wat begint wanneer de zon opkomt en wanneer de zon weer ondergaat, ja, dan dat is avond en eindigt dan in de nacht. Dat fenomeen, die cyclus van dag en nacht, is juist gerelateerd aan zonsopkomst en zonsondergang. Maar als je eenmaal inziet dat Genesis 1 het verslag is van de openbaring van de scheppingswoorden, namelijk dat God in 6 dagen aan de mens geopenbaard heeft wat hij ooit bij de schepping gesproken heeft, dan begrijp je dus dat vanaf dag 1 was de mens daar en die heeft gehoord dat God tot hem sprak. En op de eerste dag sprak hij over, nou ja, dat er licht kwam. En op de tweede dag sprak God het scheppingswoord dat hij had gezegd dat er een uitspansel zou zijn enzovoort. Nou, ik kom daar straks nog op terug. Maar deze grote vraag van hoe kon er sprake zijn van dagen en nachten als er nog geen zon was, ja, die verdwijnt op het moment dat het Genesis 1 het verslag is van de openbaring van de scheppingswoorden. Dus de zon was er al vanaf dag 1. En de mens was er al vanaf dag 1. Alleen, het was nog de scheppingswoorden, die waren nog niet door God geopenbaard. En dat is waar Genesis 1 dan het verslag van is. En dan begrijp je trouwens nog iets anders. En dat is dat waarom alleen overdag de scheppingswoorden klinken. Het idee is heel vreemd, alsof je het altijd standaard eigenlijk geleerd wordt van, ja, in 6 dagen schiep God de hemel en de aarde. Die eerste kwestie, daar had ik het al even over die eerste, waar was de zon dan in die eerste dagen en hoe kon er sprake zijn van dag en nacht en van avond. Maar ook dan nog een andere vraag van, waarom schiep God alleen overdag? Moest hij 's nachts rusten of zo? Maar God wordt toch niet moede of mat? Maar ook deze vraag, die verdwijnt als sneeuw voor de zon op het moment dat je realiseert dat Genesis 1 het verslag is van de openbaring van die scheppingswoorden. Want dan is het logisch dat in de nacht er niks klinkt, want dan rust niet God, maar de mens rust. En dus overdag heeft God die woorden aan de mens geopenbaard. En dan wordt het avond, en dan wordt het nacht, en de volgende dag. En dus wat je dus krijgt, is dat in 6 dagen het verslag van de schepping aan de mens wordt geopenbaard. Dus in 6 dagen deed God het verslag van hemel en aarde en hoe hij dat tot stand bracht. En dat zie je ook in Genesis 2 vers 4. Dan staat er, dit is de geschiedenis van de hemelen en de aarde toen zij geschapen werden. En op dit woord hebben we ooit zelfs een hele serie een keertje gehouden, namelijk over het begrip toledot. Hier staat het woordje toledot. En dat is inderdaad zoiets als een geschiedenis, maar ook in de letterlijke geschiedenis betekent letterlijk ook dat wat gedocumenteerd is en geboekstaafd is. En dit woord wordt elders in Genesis heel wat keren gebruikt. Ik ga er nu verder niet op in, maar het wordt altijd vertaald dan, in de NBG staat het dan, met geslachtsregister. Dus als ze het hier consequent hadden gedaan, dan had het hier ook gestaan, dit is het geslachtsregister van de hemel en de aarde. Maar dat klinkt een beetje raar. Maar het is in ieder geval wel de registratie van hemel en aarde. Of zoals de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, die zegt hier, Biblos Genesios. En dat betekent letterlijk Biblos, dat is boek. En dat Genesios, Genesis, genetica, heeft te maken met wording. Het boek Genesis. Genesis is ook eigenlijk Grieks en betekent gewoon wording. Boek van wording. Eigenlijk in Genesis wordt alles.
de wording van hemel en aarde, de wording van de mens, de wording van de volkeren, de wording van het volk Israël. Alles komt, zeg maar, tot ontstaan en dat wordt beschreven in Genesis. Maar goed, Genesis 1 is dus eigenlijk de geschiedenis, de registratie, de boekstaving van de schepping van hemel en aarde. En dat boek dat kwam tot stand in 6 dagen. En de mens heeft dat genoteerd. Dat is trouwens nog een andere vraag. Het is in ieder geval op schrift gesteld. Ik ga ervan uit dat God deze woorden ook aan Adam gedicteerd heeft. En in 6 dagen is dat boek Genesis, Biblos Genesios, dat boek van de wording, opgeschreven en tot stand gekomen. Dus het boek van de schepping kwam zo tot stand in 6 dagen. Maar dan krijg je een heel ander verhaal dan een schepping in 6 dagen. En wat de consequenties van deze benadering zijn, dat hoe lang God dan over de schepping heeft gedaan, dat is dus in Genesis helemaal niet aan de orde. Het gaat over de openbaring van de schepping. Dat vond plaats gedurende 6 dagen. En op de 7e dag was het klaar. En hoe lang de schepping zelf geduurd heeft, staat er niet. Dat is niet het onderwerp in het boek Genesis. In den beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Maar hoe lang dat geduurd heeft, dat is gewoon x tijd. En als de wetenschap zegt dat zijn miljarden jaren geweest, die hebben zij trouwens ook erg nodig. Want als het allemaal vanzelf ontstaan moet zijn, dan heb je daar hele lange tijd voor nodig. En dus moet dat dan ook zo geconstrueerd worden. Ik steek mijn hand er niet voor in het vuur. Maar als je nou vraagt aan mij, heb je de problemen met die miljarden jaren? Nee. Voor mij mag het nog 10 keer langer, daar gaat het niet om. Maar Genesis doet daar geen uitspraak over. Genesis 1 zegt, spreekt wel over 6 dagen, dat het boek tot stand kwam. De openbaring van de schepping. De openbaring van die schepping, die duurde 6 dagen. En dat betekent dus dat de Bijbelse historie, die begint bij Adam. Historie betekent eigenlijk ook geschreven geschiedenis. Hè. Vandaar ook dat het woordje prehistorie, dat is algemeen de aanduiding van, dat is weliswaar, het heeft plaatsgevonden, maar voordat er een mens was die dat kon beschrijven. Dat is prehistorie. En de Bijbelse historie begint bij Adam, 6000 jaar geleden. Vrij precies trouwens. En over de prehistorie, en daarmee bedoel ik dan de wereld voor Adam, de pre-adamitische wereld, en hoe lang die geduurd heeft, en wat daar plaatsgevonden heeft, daar vind je dus, daar doet Genesis 1 geen uitspraken over. Ik zeg niet dat er helemaal niks over te zeggen is, maar toch bar weinig. De Bijbel, Genesis begint feitelijk bij Adam. En dat God de wereld geschapen heeft, dat is waar. En dat hij dat er 10 scheppingswoorden geklonken heeft, althans die zijn vermeld, dat is waar. Maar over die wereld voor Adam, dat is niet het onderwerp. Feitelijk begint Genesis dus met Adam. En die geschiedenis, dus pakweg 6000 jaar geleden. En over dinosauriërs of eventueel over pre-adamitische beschavingen zelfs. Kan dat? In feite alles kan. Want de Bijbel doet daar domweg geen uitspraken over. En ik denk dat het handig is en ook verstandig is om daar ook buitengewoon voorzichtig in te zijn. Maar je krijgt daarmee dus een heel ander verhaal van hoe lang dat geduurd heeft, maar ook hoe die wereld eruit gezien heeft. Of wat dacht u van pre-adamitische mensachtigen? Dat is er nog eentje. Zijn er mensachtigen geweest? En trouwens, en dat is dan weer een beetje een Bijbelse link, en dat zijn de zonen Gods. Waar er waren ze voor het Adam, maar dat is dan niet zozeer Genesis, maar Job spreekt daarover, waren daar zonen Gods. Op aarde ook. Trouwens, daar spreekt Genesis wel over. Maar goed, Genesis 6 precies.
En die vermengde zich met, nou daar hebben we het ook jaren geleden over gehad. Ook, die vermengde zich inderdaad met de dochters van de mensen. Dus er waren dat, dat waren ook mensachtigen in ieder geval. Ja, dat is allemaal buitengewoon boeiend. Maar u begrijpt mijn punt. Genesis 1 is dus inderdaad de boekstaving van de openbaring van de schepping. Nou, die dingen heb ik bij eerdere gelegenheden alles naar voren gebracht. Maar ik vind het erg belangrijk om, dat, om daarop te hameren. Waarom? Omdat het heel erg onbekend is. En omdat er dikwijls allerlei dingen in de Bijbel gelezen worden. Bijvoorbeeld de uitspraak dat God de hemel en de aarde in 6 dagen schiep. Staat nergens. Iedereen roept het, maar het staat er niet. Hij deed hemel en aarde in 6 dagen. Maar dat is iets heel anders. Nou ja. En dan, ja, daar wil ik ook heel graag eens wat over zeggen. En dat is hoe Genesis 1 niet alleen maar ons bepaalt bij de oorsprong, bij de wording van de wereld en hoe God door slechts woorden te spreken alles tot aanzijn heeft geroepen. En hoe eigenlijk ook de hele schepping, ja, in haar DNA eigenlijk al de weerspiegelt en weerklinkt, de echo klinkt van, ja, van wie God is. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dat is geen ding geworden dat geworden is. En dat alles in de schepping ja, is tot stand gekomen en bedacht door de schepper. En aangezien elke schepper en iedereen die creatief is, die weet hoe dat werkt. In een creatie herken je de creator. In het boek herken je de schrijver. In het muziekstuk herken je de componist. In het schilderij herken je de schilder. Je ziet van, dat nou ik niet zo, want ik heb er geen verstand van. Dat is een Rembrandt. Nou ja, daar kan nog wel eens een discussie over zijn. Trouwens. Ik hoor van, mijn broer Dirk, die heeft exact hetzelfde. We zijn nogal gek op de muziek van Louis van Dijk, die inmiddels ook niet meer onder ons is. Maar je hoort bij, nou, in binnen 2 seconden, dat is Louis van Dijk. Hè? Dat is heel apart. Ja, dat is een bepaalde aanslag, een, nou ja, diverse dingen zullen daar een rol spelen. Maar in ieder geval, je herkent in de schepping de schepper. Nou ja, wat Dirk zojuist vertelde over zo'n wonderbaarlijk fenomeen en dat het nieuwe leven altijd zich in het verborgene ontwikkelt. Ja, daarin openbaart God zich, zijn gedachten. Daarin herken je hoe hij denkt en hoe hij plant en wat hij zich voornemens is. Ik vind dat geweldig. Hoe je in de schepping dus, ja, de schepper tegenkomt. Dat kan niet missen. Maar dan nog iets. Hoe Genesis 1 ook de bestemming vastlegt. Er staat in Genesis, in Jesaja 46, vers 10, dit woord. En ja, ik vind het een geweldig woord. Ik, en Gods, Jesaja zegt dit bij, nee, God zegt dit bij monden van Jesaja. Ik, die van den beginnen, waar kent u dit woord van? Bereshit, hè, dat is Genesis. Ik, die van den beginnen de afloop vertel. En het gaat verder. En van ouds wat nog niet is geschied. Dus in de vroegere tijd vertel ik al wat nog moet plaatsvinden. Die zegt, God zegt, mijn raad zal bestaan, mijn plan. En ik doe al wat ik verlang. Als er een woord is waarin klinkt dat God werkelijk God is en alles beschikt, maar ook alwetend is, bij wie nooit een verrassing plaatsvindt, want hij kent de dingen. En vanaf het begin zegt hij al wat de afloop is. Maar het geweldige is, en dat wil ik nu vanmorgen ook laten zien, dat in Genesis 1, in het begin dus al, de afloop en zelfs de wijze waarop de dingen aflopen en hoe het zich ontwikkelt,
wordt in Genesis 1 al beschreven. Of, zo u wilt, geïllustreerd. Er wordt beschreven, expliciet, de scheppingswoorden en hoe de dingen zo tot stand kwamen. God sprak en het was er. Jawel. In den beginnen wordt ook iets verteld over hoe alles al gaat aflopen. Dus het kijkt niet alleen terug, het kijkt vooruit. In Genesis 1 zien we al hoe het gaat aflopen. En ja, het eerste wat ik daarbij denk, en dat vind ik zo geweldig. Bij God gaat er nooit iets mis. Maar astrologen die voorspellen, maar God voorzegt. Dat is een enorm groot verschil. God kent de dingen. Hij overziet de tijden. En vanaf de aanvang weet hij al exact wat er gaat gebeuren. Hij is werkelijk dus God. Er gaat dus nooit iets mis. Als er iets is, meen ik echt uit de bodem van mijn hart. Als er iets is wat een mens rust geeft, vrede, dan is het wel deze wetenschap. Daar gaat niks mis. Ja, ik denk dat er van alles misgaat. Tenminste, in onze beleving. Jongens, dit gaat niet goed. Of paniek. Nee, daar gaat niks mis. Helemaal niks mis. Want hij is God. En gesteld dat de wereld al miljarden jaren oud is, laten we even meegaan in dat narratief. Hè. Ik heb er nog steeds mijn vraagtekens bij, maar doet niet ter zake. Ik heb het al net over gehad. Maar goed. Gesteld dat het zo is. Vanaf de begintijd staat al vast en wist God dat wij hier op, wat is het, 30 november? 29 november hier in Benthuizen zaten. Nou, kijk, dat is alwetendheid. Dat is God. En dan, dat wil ik u graag eens laten zien. In Genesis 1 ligt dus al de afloop besloten. Nou, laat ik even in het kort, om even alles op te frissen, want wellicht dat u dat uit uw hoofd weet, hoe dat gegaan is met die scheppingsdagen. Maar ik wil even in het kort beschrijven hoe dat in Genesis 1 inderdaad staat opgetekend. Wat er zo plaatsvond. En dan nummer ik gewoon naar de dagen waarin die scheppingswoorden dus ook werden bekendgemaakt. Op dag 1 lees je: God zei, er zij licht. Want u weet, er was duisternis, de wereld was woest en ledig. En God gaat orde scheppen en dan gaat ook de wereld vervullen. Heel mooi trouwens, het is een geweldige structuur, want in de eerste 3 dagen vormt hij de dingen. En in de laatste 3 dagen vult hij de dingen. Het was eerst woest en dan brengt hij daarin vorm aan. En in het tweede deel van die dagen wordt dan beschreven hoe hij dan vervolgens dat wat ledig is, vult. De aarde, de wateren, de hemel enzovoorts. Afijn. Dag 1. Licht in de duisternis. Dag 2. Wordt er gesproken over de scheiding van de wateren. Dag 3. Het land komt tevoorschijn. En, dus de eerste dag dat er sprake is van nieuw leven, dat was dag 3. De derde dag. Je had het kunnen raden. Als je trouwens weet dat het land komt tevoorschijn, de wateren zijn namelijk ook een beeld van de dood, de doodswateren. En als daar iets uit de wateren tevoorschijn komt, dan beeldt dat al opstanding uit. En als dan bovendien op die dag ook nog geschreven wordt over dat de aarde voortbracht, zaaddragend gewas, hoe staat het er allemaal? Maar in ieder geval, nieuw leven, ja, dat is op de derde dag. Kijk, over design gesproken. Dan op dag 4 wordt er gesproken over de scheppingswoorden, worden de scheppingswoorden verhaald van de creatie van zon, maan en sterren. Ze worden niet eens zo genoemd. Het grote licht, het kleinere licht en benevens de sterren. Die worden daar neergezet, ook met een oogmerk staat er, tot onderscheiding, hè, voor de gezette tijden, voor jaren en dagen. Dat is waar die tekenen voor dienen.
wat voor functie ze in het heelal verder nog mogen hebben. Dat eigenlijk komt niet eens aan de orde. Het gaat erom, dat wordt zo, om die reden, wordt dat gecreëerd. En, nou, dat wordt op dag 3 dan beschreven. En dan dag 5, de creatie van waterdieren, bijvoorbeeld zo'n schildpad. Nou, dat is een beetje een twijfelachtig geval, omdat hij deels ook op het land is. Maar het is toch een waterdier, ja. En, maar ook van de vogels. En dan dag 6. 6 is het getal van de mens. En op de dag 6 lees je over de creatie van de mens. De mens verschijnt dan op het toneel. Waarom? Om te heersen over alles wat God geschapen heeft. En dan dag 7 is de rustdag. En God heiligde die. Hij staakte. Het woord Shabbat betekent eigenlijk ook staken. Het is heel leuk als je dat in het moderne Hebreeuws ook bekijkt. Daar, bijvoorbeeld als arbeiders staken, dan zit daar dat woord in van Shabbat. Gewoon staken. Dat betekent dus niet zozeer rusten, maar gewoon je kapt ermee, ophouden. Dat is Shabbat. Dus je staakt je activiteiten, je bezigheden en een dag hou je even pauze. Het is eigenlijk een pauze, ja. Maar goed, een rustdag. Dat is dag 7. Nou, wat ik u wil laten zien is dat deze 7 dagen, waarin deze scheppingswoorden klinken, tevens een beschrijving zijn van hoe God naar de grote rustdag toe werkt. Vanaf het begin werkt hij dit zo af en loopt de geschiedenis volgens dit patroon. Dit is wat hij doet en dat wil ik graag laten zien. Nou, laten we eens het stap voor stap, of dag voor dag in dit geval, eens bekijken. Dan staat er dit. Op dag 1, dan krijg je het licht in de duisternis. Nou, dat beschrijft, als je het profetisch bekijkt, of typologisch, of hoe je het ook maar noemen wilt, de tijd eigenlijk sinds Adam. Sinds Adam buiten de hof vertoeft, moet ik erbij zeggen. Want er was duisternis. Maar wat God doet, er was weliswaar duisternis. De mens wordt buiten de hof geplaatst. Maar hij krijgt licht. En dan lees je, dat wordt in de Bijbel ook zo genoemd, in Romeinen 2 vers 15, het licht van zijn geweten. Het woord geweten, dat is eigenlijk, ja, het oud-Nederlands woord is conscientie, maar in het Engels zie je het ook conscience. Betekent eigenlijk letter con, dat heeft te maken met mede, samen, en dat scientie, dat is science, wetenschap. Dus eigenlijk is geweten, dat heb je nooit geweten misschien, maar het is medeweten, samenweten. Dus het geweten is, je weet iets samen met een ander. Ja, en wat is dat samen met? Nou, met God. God weet dingen en hij deelt die wetenschap met de mens. De mens, elk mens heeft een geweten. Hij weet bepaalde dingen. En waar komt dat vandaan? Nou, dat komt van God die hem, ja, dat ingelegd heeft. Ja, hoe weet zo'n schildpad dat, dat daar de zee is en niet daar? Ja, dat weet ik dus ook niet, nee. Maar zo'n schildpad weet het. Nou, een mens weet, zo weet een mens ook dat God er is. Ja, hij kan dat onderdrukken. Moet je heel goed je best voor doen. Maar goed, als het dag in dag uit geïndoctrineerd wordt, dan word je op een gegeven moment wel nurf. En dan denk je dat het nog waar is ook. Ja, dat is gewoon de wereld, dat is gewoon deze aion. Maar de mens weet dat gewoon. Maar als het heel erg erom gaat spannen, gaat hij toch om God roepen. Gek, hè? Hoezeer hij ook bijgebracht is dat hij niet bestaat. Maar een mens weet natuurlijk dat dat onzin is. Elk mens dat begiftigd is met verstand, weet dat God er is. Nou goed. Maar er was trouwens nog iets. Want wat God toen vanaf het begin heeft gegeven aan de mens, toen hij in de duisternis verzeild raakte, was trouwens ook niet, dus uiteraard ook volgens plan natuurlijk, God de mens overtrad, maar het was niet zo dat de mens daarmee Gods plan doorkruiste, want dat bestaat dus niet. Maar goed,
Toen gaf God meteen al de belofte dat ooit het zaad der vrouw, zo wordt het genoemd, de kop van de slang zou vermorselen. Dat was het licht dat God al gaf. En in feite, daar hebben we het ooit ook eens over gehad, daar moeten we het nog eens over hebben. Dat is al vanaf mensenheugen is bekend. Namelijk dat in de sterren staat geschreven. Al die sterrenbeelden spreken over het zaad van de vrouw die de kop van de slang zal vermorselen. Al die sterrenbeelden die beginnen bij de maagd. Ja. Die uiteindelijk de leeuw wordt. Hè. Vanaf de maagd tot aan de leeuw. Al die sterrenbeelden, eigenlijk zijn het er 48. Vertelt dat het verhaal wat God zou gaan doen. Het licht van, ja letterlijk dus ook het licht aan de hemel. Dat vertelt het verhaal van wie... van de belofte die God aan de mens heeft gegeven. En vanaf Adam is dat bekend. Dat is een hele aparte verhaal. Maar ik bedoel dit te zeggen. Vanaf het begin heeft God zijn licht doen schijnen in de duisternis. Dus weliswaar was daar duisternis. Maar God heeft de mens zijn woord gegeven. En hoe schamel dat dan ook was. Want later werd... aan Israël natuurlijk veel meer geopenbaard, maar de mens, elk mens heeft dat licht. Nou, dan krijg je dag 2. Dat is de dag waarin melding gemaakt wordt van de scheiding van de wateren. En ja, als je de Bijbelse typologie kent, dan weet je dat de wateren een beeld zijn van de volkerenwereld. Ik heb hier een voorbeeld gegeven, er zijn er meer trouwens. Maar de wateren spreken inderdaad van... Wij spreken trouwens ook over de volkerenzee. Nou, dat is een hele Bijbelse gedachte. Over de, ook die inderdaad zeer woelig zijn. En van volkeren is pas sprake sinds de zondvloed. Er waren trouwens ook wateren. Ja. Maar dat wil zeggen sinds Noach. Dus dag 1 begint bij Adam... Dag 2 begint bij Noach, want na de zondvloed lees je ook inderdaad dat de volkeren uiteen gedreven worden. Nou ja, ja, want de mens zou zich verspreiden, maar de mens had dacht van, die wilde samen klonteren. Toen kreeg je het verhaal van Babel en toen verstonden ze elkaar niet meer. Sorry. En wat er toen gebeurde is dat al die families uiteen gegaan zijn. Dat was allemaal nog niet zo gek veel natuurlijk, toen de tijd. En al die families zijn volkeren geworden, maar die hebben zich verspreid over de aarde. Toen ontstonden de volkeren. En dat is, en die worden inderdaad onderscheiden. En dat is sinds Noach aan de orde. Dus de scheiding der wateren, dat is, bepaalt ons bij wat de waarheid is sinds de dagen van Noach. Dan krijg je dag 3 en dan, ik heb het al gezegd, verschijnt het land. Nou, als nou de wateren een beeld zijn van de volkerenwereld in het algemeen, waar is het land dan een beeld van? Nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Zelfs als ik het zo zeg, het land, dat is in de Bijbel zelfs de standaarduitdrukking voor Israël. Haaretz. Dat is trouwens ook de bekendste krant in Israël. Haaretz. Het land. Het land is gewoon Israël. Dus het land kan een aanduiding zijn van... Het wordt dan meestal vertaald met de aarde. Maar dat is in de Bijbel geen planeet. Nee, het is gewoon het droge. God noemde het droge aarde en de wateren zeeën. Dat is de definitie. De zeeën is een uitbeelding van de volkerenwereld. Maar uit de volkerenwereld roept hij een stuk land tevoorschijn. Hij riep, en daar spreekt het van, uit de volkeren, de wateren... komt het land tevoorschijn. Sinds Abraham, want God riep uit de volkeren. Eén man, Abraham, en hij beloofde hem het land. En daar moest hij dan ook, en hij wees hem ook naar die kant, naar dat land toe. En ja, dan komt Israël in de picture. En trouwens, het is ook vanaf dan dat God zijn woorden uitspreekt, zijn beloften geeft, dan trouwens ook geboekstaafd worden, de woorden Gods, ja, die zijn juist aan dat volk en het volk van het land toevertrouwd. Dus ook dan
daar spreekt dat zaad dan weer van, waar de derde dag dus ook voor het eerst sprake van is. U ziet, via allerlei lijnen kom je op diverse dingen. En toch, het zit allemaal al in de kiem, in Genesis 1, besloten. Het land komt tevoorschijn. En dat hier Adam, Noach, hier Abraham. Uit de volkerenwereld ontstaat Israël. En dan krijg je dag 4. En dat... dan worden de ertekenen gegeven ter onderscheiding van de tijden. En dat spreekt van de tekenen, letterlijk ook, de vele tekenen die God heeft gegeven als aanwijzingen voor de gezette tijden, dagen en jaren. En dat is de Torah. De wet van Mozes die God sinds Mozes aan Israël heeft gegeven. Dag 4 bepaalt ons inderdaad bij de dagen sinds Mozes, dat hij vele tekenen, illustraties, beelden, typen heeft gegeven, inzettingen, allemaal inzettingen, maar die allemaal profetisch wijzen op dat wat zou komen. En ook inderdaad op gezette tijden, trouwens, we weten allemaal dat... als je wil weten van de gezette tijden, over de kalender van God, wanneer gaf God zijn kalender? En wat er gebeuren zou over de eerste maand, de zevende maand, en nou ja, de Shabbat, en al die dingen, al die inzetting, al die tekenen, die gaf God aan Mozes. En via, of nou, hij gaf het aan Israël, via Mozes. Sinds Mozes is dit de situatie. Dan krijg je vervolgens dag 5. Je ziet gewoon de wereldgeschiedenis, of zo u wilt, de heilsgeschiedenis, voltrekt zich zo in fases. En dan krijg je dag 5. En op dag 5 is er even het land niet in zicht. Is niet het onderwerp. En dan weet je al... Trouwens, bij het getal 5 zou je daar meteen al op gewezen moeten worden. Want 5 heeft iets met genade, maar ook met verborgenheid te maken. En op dag 5 vind je dus de creatie van de waterdieren, zo wilde de vissen, niet helemaal juist, want ook dolfijnen. De grote waterdieren, zo worden ze genoemd. Maar afijn, vissen voor het gemak even, en de vogels. Ja, waar het van spreekt... is dat op deze dag is het land even buiten beeld en creëert God leven in de wateren. Maar we zagen daarvan al, de wateren zijn een uitbeelding van de volkeren. En, maar wat hij ook doet, hij geeft bewoners in de hemel, in het uitspansel, de vogels. En dit spreekt van de tijd sinds Paulus. En wat dacht je wat? Paulus betekent ook pauze. Dat is onderbreking. Het land is even niet in zicht. Tijdelijk staat Israël terzijde. En wat doet God? Hij creëert te midden van de volkerenwereld, te midden van, ook verborgen trouwens, allemaal onder de oppervlakte, heel leuk. Hè? Onder de oppervlakte creëert hij leven, maar hij geeft het ook een hemelse bestemming. En dat is precies waar, waar met name ook wat gemarkeerd wordt door de bediening van de apostel Paulus, die inderdaad geroepen werd om te herauten onder de volkeren. Maar waarom? Opdat God een volk zich zou vergaderen, bestemd voor de hemel, bestemd één lichaam te zijn met het hoofd, met Christus. Nou ja, daar is een heleboel over te vertellen. Het gaat nu even erom dat het ook dag 5 weer een fase in de heilshistorie beschrijft. En dan krijg je dag 6. En dat is de dag waarin Adam op het toneel komt. Waarin dat beschreven wordt, de verschijning van de mens. Waarom? Om te heersen. Nou, dat is wat aanstaande is. Namelijk, dit spreekt over de Ben-Adam. Ik noem het graag zo. In het Oude Testament wordt het dan genoemd de zoon des mensen. Maar eigenlijk staat er letterlijk in het Hebreeuws de Ben-Adam. De zoon van Adam. Dus je hebt Adam.
Dat bepaalt ons bij de eerste mens. Maar als je het hebt over de zoon van Adam, de erfgenaam van Adam, degene die datgene wat Adam als opdracht kreeg, de Ben-Adam gaat het vervullen. Dat staat trouwens letterlijk ook zo in Psalm 8. Ik vind dat geweldig. Maar waar dag 6 van spreekt, is dat de mens, maar dan de definitieve versie, de laatste Adam, zo u wilt, de Ben-Adam, de zoon des mensen, op aarde verschijnt. Ja, waarom? Om te gaan heersen. En dit spreekt van de nabije toekomst, van de parousia, wat wij dan gemakshalve dan de wederkomst noemen, waarin Christus, de Ben-Adam, de heerschappij op zich zal nemen en zal gaan heersen over de aarde. Dat was daarvoor dus nog niet het geval, maar hier, vanaf dag 6, is dat aan de orde. Dag 6 bepaalt ons dus bij de wederkomst. En waar dat in resulteert, in dag 7. Namelijk de grote Shabbat, de rustdag. Maar het is trouwens opmerkelijk, want dit blijkt, die dagen op zich hier zijn niet, lopen niet synchroon met de millennia. Maar uiteindelijk blijkt dus bij de zevende dag het wel weer te kloppen. Dat wil zeggen, bij de zevende dag is inderdaad het zevende millennium. En dat wil zeggen, ook weer een duizendtal jaren. En de grote, ik noem het de wereldsabbat. Er staat in Hebreeënbrief dat er blijft voor het volk Gods, het gaat over Israël, een shabbat over. De shabbat is niet alleen maar dat wat er wekelijks gevierd wordt. Nee, het gaat ook over dat, de grote verwachting dat God zal gaan rusten in zijn schepping. Nee, dat niet alleen, dat ook de schepping zelf rust zal vinden. Dan is het klaar, dan is het voltooid en dan is het op adem komen. Zo staat het ook letterlijk over de Shabbat beschreven. Dat de mens gewoon op adem komt. En na 6 dagen, dan krijg je de 7e dag. En dat is de grote Shabbat. De grote dag waar eigenlijk de hele wereldgeschiedenis, de hele heilsgeschiedenis, vanaf Adam, Noach, Abraham, Mozes, Paulus, de wederkomst straks. En dat is in feite, die wederkomst is een hele periode. Maar in ieder geval, die resulteert uiteindelijk in dat millennium. En de grote rustdag, Shabbat. En in feite, maar dat is nou niet het onderwerp van deze studie, van deze toespraak. Maar eigenlijk krijg je daarna nog een dag, namelijk de 8e dag. Dat is nogal logisch, hè? Na de 7e dag krijg je de 8e dag. Maar eigenlijk is de 8e dag weer een nieuwe, begint weer een nieuwe cyclus, bij ons ook. Hè? Ik bedoel, een week, maar goed, dan is dag 8 is eigenlijk weer de eerste dag. En in de Bijbel zie je dat ook. Moet je eens opletten hoe de 8e dag in de Bijbel genoemd wordt. Nou, het bekendste is natuurlijk dat de 8e dag de dag is van de besnijdenis. Ja, dat moest op de 8e dag plaatsvinden, maar dat heeft te maken met nieuw leven, met opstanding. Nou ja, dat is een prachtig verhaal. Maar je had trouwens ook de 8e dag van het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest, Sukkot, betekent dat duurde 7 dagen en dan krijg je, en had het ook nog een appendix, een 8e dag. En dat was de grote dag. Ja, echt, zo staat het beschreven. De 8e dag, Shimchat Torah. De 8e dag, dat is een hele nieuwe schepping. Want kijk, als je hier deze hele, al deze fases onderscheidt, beginnend bij Adam en het eindigt uiteindelijk in het grote millennium, de grote Sabbat voor deze wereld. Ja, wat krijg je na het millennium? Ja, een hele nieuwe fase, een hele nieuwe schepping. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar dat is inderdaad dag 8. Dat is een hele, dan begint er dus weer een heel nieuw boek, feitelijk zelfs. Nou,
de conclusie. Daar wordt het inmiddels dan tijd voor. Ja, zeker. Want Genesis 1 spreekt niet slechts dus van de oorsprong van de dingen. Dat is sowieso duidelijk. Dat kan je niet ontgaan. Maar het spreekt ook van de bestemming daarvan. En het betekent, houd dat vooral vast, heel de historie, ik bedoel, de historie vanaf Adam, zoals dat geboekstaafd is, nou ja, de hele geschiedenis, al die duizenden jaren, en als ik het goed geteld heb, zitten we nou in 5987, ja ja, dus het duurt nog maar een jaar of 12, 13 dat we tegen het jaar 6000 aankomen. Nou ja. Dat is nog een ding apart, maar heel die historie verloopt volgens plan. Het was allemaal al vastgelegd. Die van den beginnen de afloop verkondigt. En hij maakt alle dingen wel, nou ja, dat is wat Dirk al veel eerder aangaf. En de cirkel is weer rond, want dat is precies ook... Waarom de Bijbel werkelijk een goed bericht is. Er is er één die alles in handen heeft. Maar als hij nu alles in handen heeft. En hij alles bedacht heeft. En dat er nooit iets mis kan gaan bij hem. Dan betekent dat dat de goede afloop. Het happy end. Gewoon absoluut vaststaat op voorhand. En niet vanwege de mens. Maar ondanks de mens. Gewoon omdat God God is. En hij heeft de dingen in handen. Kijk. Dat is hoop. Dat is werkelijk verwachting. Ja, en daarmee dus ook uitzicht. En ja, dan in feite, als je zo leeft, dan heb je nu al de rust. Dan is eigenlijk nu al de Sabbat begonnen. Of zo wil de achtste dag. Ja. Nou ja, wat inmiddels al duidelijk geworden was. Wij leven momenteel aan het einde van dat zesde millennium. En ja, wat dacht je wat? Voordat deze samenkomst aanving, toen hadden we het al even over de allerlei ontwikkelingen die nu gaande zijn. Vooral in nu 2020, dit decennium is nog maar net van start gegaan. En wat een merkwaardige ontwikkelingen. Dit is zo bizar en absurd, maar het gaat in een stroomversnelling. En wij denken dan van, zijn ze nou helemaal gek geworden? Ja, dat dacht Dirk toen hij in het vliegtuig stapte. Maar ik denk het veel vaker. Wat zijn we nou helemaal van de pot gerukt? Ja, dit echt is zo belachelijk. Waar zit het verstand? Echt. Sorry, wat zei u? Oké. Okay. Ja, die lag ook wel erg voor de hand, ja. Maar, en dan denken we... En dan denken we dat we moeten gaan protesteren en dat we er wat tegen moeten. Mensen, dit moet allemaal zo gaan. En maak je borst maar nat, het wordt nog veel gekker. Dus dat zeg ik ter bemoediging dan. Hè? Ja. Nee, bepaalde dingen moet je gewoon weten, want dat scheelt weer een heleboel frustratie. Gefrustreerd raak je op het moment dat je bepaalde verwachtingen niet vervuld worden. En ja, dan word je... teleurgesteld, gefrustreerd. Als je weet, als je op voorhand... Kijk, en dat helpt heel erg. Als je weet dat de afloop goed is... ultiem. Het is het beste wat je maar kan bedenken... want het is bedacht door de schepper zelf. En vele malen beter dan wij ooit zouden kunnen verzinnen. Nou, als je dat nou weet... en als je weet dat het niet alleen maar het doel... en de bestemming die hij zich gesteld heeft de beste is... maar ook nog eens een keer het traject dat hij gaat... zijn weg is ook de beste. Altijd. Dat zingen we toch hè, in zo'n lied. Gods weg is de beste. De beste. Altijd. Als je dat nou weet... dat scheelt heel veel frustratie. Nou. En ja, dan... Dan kijken we uit naar die grote Sabbat die er gaat komen. En dan, ja, dat vind ik het mooie. Het wordt eigenlijk steeds mooier. Want dan krijg je de zevende dag en daarna nog de achtste dag. En dat overtreft het nog weer. Kortom, het houdt niet op. Het is hoop op hoop. Hè? Zo spreekt de Bijbel erover.
Nou ja, dat is de hoop die ons hier bij elkaar brengt. Dat is levende hoop. En dat is een zekere verwachting.